Ja. Ik heb goede hoop op 3-1. Hallo, vous parlez français? Non. Vous parlez anglais? Charlie! Hey, lijkt die meisje wel. En daar gaat Kruip. Die heeft er nogal zin in. Hij gaat door! Onmogelijk! Op je duas formas de travar o Cruyff. Portanto, ou era agarrar, ou era trazer-me um pau de casa, quer dizer, portanto... Não precisa dizer, ou era agarrar, ou era agarrar, com certeza. Compleet gemist, de kans van Cruyff. Goal. Oh, wat een mazzel goal. Nee, goal. Ja. Wat een mazzel goal. Mag nooit gebeuren. Nee. Doe lekker je jas uit. Nee, maar dat is, vind ik zo'n lekkere jas om in te lopen en te doen. Ja, maar het is net of je weer weggaat. Nee, ik ga niet weg. Dit is niet alleen een Ajax, niet alleen een Amsterdams. Het is een Nederlands sportsucces. Het was een club waar we van gehoord hadden dat ze thuis al 10 jaar ongeslagen waren. Estava a nascer o grande Ajax. Estava a nascer o grande Ajax. Wij waren nog eigenlijk, laten we heel eerlijk zijn, piepeltjes. Porque estamos a falar de duas grandes gerações, da Holanda e de Portugal. Wij waren nog nieuw. Maar we hadden een goed elftal, dat wisten we ook. Tinha um grande treinador, Rinus Michels. Ainda jovens jogadores, onde o melhor deles era Johan Cruyff. Era dar. Eu ia encontrar jogadores como o Simões, o Eusébio, o Coluna, José Augusto, tantos outros que tinham feito, já tinham estado em 5 finais europeias na década de 60. Portanto, e tinham ganho duas vezes a taça dos campeões europeus. O estádio de Amsterdão tem recordações fantásticas para o Sport Lisboa e Benfica. Ik had die wedstrijd Real Madrid gezien tegen Benfica. En Benfica was een ploeg die net opkwam in het Olympisch Stadion. Daar ben ik geweest, waarschijnlijk Sjaak ook. Dat was onvoorstelbaar. Toen won Benfica die wedstrijd geloof ik met 5-3. Dat Puskas de 3 maakte en Eusebio. Allebei 3 goals. En dat was natuurlijk een enorme verrassing dat ze in die finale gewoon 5 goals maakten. En daardoor kwam ook die ster van Eusebio naar boven. En eigenlijk een redelijk onbekende speler, maar die werd toen heel groot. We jogamos 14 anos juntos. E há até alguma confusão no que diz respeito aos números dos jogos que fizemos juntos. Eu vou dizer 793. Isto é uma vida. E estava-se na presença de dois, um já consagrado, Eusébio, e outro que estava a nascer e que estava a dar os primeiros passos de uma grande, grande estrela, como foi o Johan Cruyff. Este jogo estavam dois reis e depois havia uns príncipes à volta. E acontece que ambos foram determinantes na história de todos os jogos. Porque se você tem um rei numa equipa, bom, então vai ter bom jogo.
voorbereiding. Ik heb hem. Ik heb goede hoop op 3-1. Het sneeuwballen gooien, ja. En dat kwam nooit voor. Ben jij dat, Sjaak? Ja, kun je toch zien. Hoor. Hoor. Para mim, que tinha chegado a Lisboa, ao Benfica, em 68, eu nunca tinha visto neve. E a Holanda, nós jogamos a 12 de fevereiro de 69. A Holanda estava coberta de neve. Estava toda ela coberta de neve. Mais de meio metro de neve sobre os campos. E no dia que chegamos a Amsterdão, no dia do jogo, ficámos no hotel Krasnapolski, e o campo estava todo branco, as marcações do campo eram em cor de laranja e a bola também era cor de laranja. Dan speel je op sneeuw, ja, dat is anders dan gewoon voetballen. Wij dachten die gasten die komen uit Portugal, zo'n beetje van de Alcarve, en die zijn dit weer helemaal niet gewend. Maar wij spelen ook nooit op sneeuw. Foi difícil a adaptação. Eu nunca tinha visto neve, nem tinha jogado com neve. Ah, e já agora dizer uma coisa, um pormenor importante. Nós todos pusemos vaselina. Vaselina na cara, nas mãos, nas pernas. E os jogadores holandeses, todos com colãs. Colãs. E luvas. E colãs. Nou, dat zie je. De meesten hadden handschoenen aan. En maillots, als ik het goed zie. Ja. Want het was gewoon koud. Eu recordo num pormenor, nós tivemos imensos problemas por causa das botas de jogo. E, porque ninguém tinha botas para jogar na neve, não é? Mas procurou-se lá numas lojas saber só como que era, mas não existia. Een Ajax met in doel Balts. Achter rechts Zuurbier, naast hem Hulshof, Vasovic en links Van Duivenborden. Op het middenveld Groot en Müller. En in de voorhoede van rechts naar links Zwart, Cruijff, Nuninga en Keizer. Ik herhaal de namen nog vlug. In doel Henrique. In het middenveld Coluna en Tony. En in de voorhoede Graça, Torres, Eusebio en Simoes. As equipas das quais fiz parte do Benfica, olho sempre para aqueles que já partiram. Como o Torres, o Eusébio, Jaime Graça, Jacinto, o Raul, Luna, o Raul, e a Raul. Yeah. Portanto, ali estão seis que já morreram. Eu sinto que, helaas, 10 não mais são van dit elftal. É um hoop, hoor. Huh? 11. Wie nog meer dan? Rinus Michels. Oh, Rinus, ja. 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 Precies een helft al. Ja. Ik had ze liever op het groene gras gehad. En dit was gewoon, ja. Dan is er ook een hoop geluk bij. Hoe een bal net wegketst en in die sneeuw. Is altijd veel moeilijker natuurlijk. É o primeiro golo de Jacinto. E dan komt, oh, dat moet een doelpunt worden waarschijnlijk. Dat wordt geen doelpunt, maar dat kwam vals uit het doel en dat betekent een strafschop. E Vasovic faz-me falta sobre, se já estou eu na área, eu tenho a posição controlada com bola na minha frente, ele vem para tirar a bola. Conti, doelpunt, 1-0 voor Benfica. Rinus Michels veio a Lisboa ver o Benfica e nós, confesso que não estávamos num momento bom. Ele próprio, Rinus Michels, disse que isto eram favas contadas. Quer dizer, o jogo com o Benfica, portanto, que o Ajax tinha todas... era o favorito para esse jogo, respeitando o Benfica, mas que... Ao ver o Benfica. En Zwart geeft daar de bal cadeau aan Simoes, die echter Eusebio niet goed kan bedienen. Die raakt de bal kwijt. En dan knalt daar Vasovic tegen Eusebio. Torres krijgt een kans. Schot, goal! 2-0.
En dat was een blunder van Vazovic. Helemaal mis. Wals voor de tweede maal gepasseerd. 2-0 voor Benfica. Aqui Torres, é o 2-0. E o Eusébio, o Simões, eu tive o privilégio de jogar ainda 5 ou 6 anos, já no outono da sua vida como jogador. Mas ele ainda foi a tempo, nessa altura, de ganhar 2 botas de ouro. Portanto, daí que... E com 6 operações ao joelho. Vê-se ali a liga elástica. Ali está ela. Aquele joelho esquerdo... É, moia. Moia futebolar. Sterk aan de bal. Ja, zeg maar, een totale speler die goed was. Ook een van de beste bij de wereldspelers. Er moet geschoten worden, mannen. Daar komt de kans voor Darius op. Schot. Goal! En dat is 2-1. Ja, dat is een goede goal, hè? Ja. Schiet hij goed in, hoor. Ja. En dat vind ik een fantastische entree van deze Zweed. Die de eerste de beste kans die hij gekregen heeft, keihard heeft ingeschoten. Danielsson. Ja. Era sueco. Jogador sueco. 9e corner. Eusebio, die voorzet hoofd voor het doel. De bal eruit. Oh, dat wordt gevaarlijk. Kan het doelpunt. Ah, dit mag niet. Kijk, tweede paal. Zoals. Een doelpunt. Het duikt er gewoon onderdoor. Oh, wat was dat erg. De último é o José Augusto Cabeça. José Augusto Cabeça. En weer een geweldige dekkingsfout. Torres in de sneeuw. Dit is komisch. O Torres. Engraçado. Gekke Torres. Oh, dat we zo omhoog zitten. 3-1 voor Benfica. We hadden niet gedacht dat we zouden verliezen. Echt niet. Por paradoxo que pareça, nós adaptámos-nos bem ao terreno. Adaptámos-nos melhor lá do que cá, quer dizer, portanto, do que cá em Lisboa. Portanto, dentro destas condições de treino, nós fizemos grande jogo. De volgende dag hebben alle supporters van ons die hebben hun reis afgezegd. Het leek wel of niemand meer mee wilde. Volgens mij waren er ook in die uitwedstrijd ook geen tv-beelden. Nee. Er ging niemand mee. Er was maar één wedstrijd, dat was Celtic tegen Inter. Maar dat is ook typisch Nederlands, hè? Als het goed is, dan zitten de vliegtuigen vol met journalisten. En bij deze wedstrijd was het gewoon een verloren wedstrijd. Toch de wedstrijd die het langst in herinnering blijft, hoor. Dat hun 10 jaar thuis ongeslagen waren, dat zei ook iets. Maar ja, waren we wel gebrand om te winnen. Ja, er gebeurde daar twee dingen. Ja, twee dingen. Michels riep ons bij elkaar, ja, voor de wedstrijd. En toen heb hij ons helemaal afgemaakt en gezegd, net of we helemaal niet konden voetballen. Ah, dat viel wel mee, Jacques. Nee, dat viel niet mee, maar hij heeft ons echt aangepakt en zo hoort het ook, prima. Weet je wat hij deed? We mochten geen warming up op het veld maken. Moesten we in de catacomben van het stadion doen. En toen kwamen we in de kleedkamer en toen gaf hij een donderspeech, waardoor er een enorme concentratie bij die spelers. We gingen ook het veld in op een hele agressieve manier. De wedstrijd wordt geleid door de Italiaanse scheidsrechter Bardella. E este Ajax, que depois veio a mostrar outra cara, quando joga aqui em Lisboa,
muito diferente daquele Ajax de Amsterdão que nós vimos nesse jogo. We maakt al een goal in de eerste minuut, die werd afgekeurd. Zuivere goal van Danielsen. Weet je het nog, Theo? Nee. Ah, ga maar. Misschien hebben ze hem. Bal op rechts, daar gaat Ajax door zwak. Hele vanavond, dit keer geen offside, daar komt de kans. De kans voor Kruijf. Over het doel heen, schot. Goal! Een paas van Kruijf op Danielsen. En het is een doelpunt, maar het wordt afgekeurd. Oeh, kwijt. Ja. En dan komt hij toch nog een keer bij Kruijf. Kruijf trekt die bal naar voren. En schot in de grond, bal blijft laag. Ja, Kruijf. Ja. Trapt helemaal daar een vlag ondersteboven, maar herstelt de fout, pikt die bal af. Kobbel! Kool. Dat is de eerste al. Ja. Voorzet van Kruijf en een kobbel van Danielsson. En dat betekent 1-0 voor Ajax. Dat geeft de burger moed. Dat is mooi. Die gaat Keizer Tony voorbij, ook op die er niet staat. Hebben we ook in Amsterdam gegeven. En daar gaan we proberen. Gevaarlijk moment. Kiezen, laten we gewoon op goal! Lucky. Oeh, nee, is geen lucky. Kijk die bal van mij, jongen. Kijk die bal van mij, man. Kijk even. Dit is goed. Dit is goed. Nou, hij gaf hem wel fantastisch, hoor. Keizer. En depois, o Zé na segura e o Cláudio aparece aqui fazia o 2-0. Coleiro, ik denk, dat schop hem voor zijn kop. De totale score is gekomen op 3-3. Gelijk zou het wonder van Lissabon dan toch nog gaan gebeuren. We speelden toen echt een fantastische wedstrijd. En je kan alleen maar een fantastische wedstrijd spelen als het hele elftal goed speelt. Aqui, oh, sim, mas aqui estavas quase a fazer aqui o 2-1. Adoro reflexo, hoor, die bal. Ja, bal is goed. Echt. Goeie keeper. Knap, hè? Oh, wat knap. Ja, dat is echt zo. Die kapbeweging achter elkaar, man. Mooi. Oeh. Ja, kost haast een been. Aqui vai outra vez o tal. Relaxa. Até amanhã, se Deus quiser. É tal. Was geweldig, want thuis zaten er mensen en die zagen Celtic tegen Inter op de tv, maar kregen tussendoor. Benfica Ajax 0-1, 0-2, 0-3. Die zijn helemaal gek geworden thuis, dat ze niet geweest waren. Dus dat was een sensatie natuurlijk. Maar Vaandoen is meegekomen, die slaat op een linkervleugel. Ik dacht dat hij buiten het veld was van Kruijf. Kruijf gaat de kiezer voorbij, heeft nog twee weg in het doel en hij scoort! Dat is een goede goal. Van. Goal, prachtige dat is goal. Een hele mooie goal, ja. Ja, dat kon die gozer, hoor. Het staat 4-3 voor Ajax in de totaalstand. Het staat in deze wedstrijd in de 32e minuut 3-0. En de goal is gescoord door Kruijf. Ik zie hoe snel die weg is. Ja, ja, ja. Kijk tussen twee mannen in. Je kijkt. Kijk tussen twee mannen. Kio Cruijff baixet je outra vez. Tau, tau. Dit soort spelers worden één keer in 100 jaar geboren. Het al nooit. Mágica do Cruyff. De beste die ik ooit gezien heb. Ja, hij zit er. Hij was altijd wel rustig. Ja, ja, ja. Ook in de rust kwamen we binnen, stonden we 3-0 voor. Toen verwachten we allemaal een complimentje van hem. Maar we kregen nog een portie eroverheen. Aqui a capacidade de dribbel do Cruyff. De toerlees. Kijk, kijk, kijk. Dat deed hij dan, gooide hij me tussendoor. Moet je kijken, joh. Hou me nog vast. Ja. Maar mesmo assim, eu penso, não sei se eu que estou ali também. É o Humberto. E o teu Raul Machado. É o Raul, é o Raul. É o Raul Machado. Não, aquilo ali tinha. Era para ver se a camisola estava bem. Estava, afinal, a camisola estava bem larga, estava bem. Era preferível agarrar do que magoar. Do que magoar. Portanto, se, ali só se podia. Havia duas formas de travar o Cruyff. Portanto,
ou era agarrar ou era trazer-me um pau de casa, quer dizer, portanto... Não precisas, ou estou a agarrar ou era agarrar, compreendeu? Ou agarrar, ou claro, ou então, não, ou trazer um... não, era incrível, foi... Por isso é que ele fez a diferença, por isso é que o Simões fala em reis e fala em príncipes e depois, abaixo de príncipes, há muitos, quer dizer, também. Aqui tinha sido o golo do Torres que deu o 3-1. E me não um penalti, Eba. Terra, onze vriend Coluna, de mão eruit kegelde. Anders was die wedstrijd al beslist geweest. Zeker weten. Penalty. 100%. Ja, dat is penalty. 100% ja, penalty. Het. Ja, geeft hem niet. Nee. Ja, dat is een penalty. Anders is 4-1. Ja. Dus com Vars e com Prepolé, etc. Die gozer was niet het veld uitgestuurd in deze tijd. Ja, is zonde. Zat je op een fluitje te wachten? Ja, dit is een 100%. Het is verruimd en het is tijd! Ajax heeft de beslissingswedstrijd bereikt. Niemand had er meer op gereden. Nee, voor nooit thuis. Nós fomos para esse jogo para esmagar o Ajax e saímos esmagados, porque não fomos inteligentes como abordámos o jogo. O Ajax marca cedo em Lisboa, marca cedo, e isso pôs a nu algumas das nossas fragilidades desse jogo aqui em Lisboa. Mas taticamente nós tivemos mal nesse jogo, taticamente muito mal. Duas coisas contas, não tivemos neve e o rei zangou-se. Agora veja lá. Não, eu dachte toen we naar binnen kwamen, die Michels die vliegt ons hals. Maar die vond het heel gewoon, dat we zo gewoon hadden. Maar ja, het was wel goed. É uma fotografia lindíssima, é muito bonito. Dois grandes jogadores terem este gesto, esta relação. Esta é que é a parte boa do futebol. O Zé está a dizer, nasceu uma estrela. Estava a nascer. Mas podia ter nascido um bocadinho mais tarde, talvez a gente ganhasse. Kijk die foto, heel mooi. Johan met Eusebio. Geweldig. Later nog wel eens met hem opgetrokken. In het Europees elftal. Top man. En ik had hem ook graag uitgenodigd op mijn 75-jarige wedstrijd in het Olympisch Stadion. Maar helaas was hij toen al erg ziek en kon hij niet. Anders had hij echt gekomen. Tom Pronk speelde in die wedstrijd toen. Ook heel goed. Het was helemaal geen middenvelder, want het is later gebleken in de finale. Maar in die wedstrijd speelde hij heel goed. En die moest Eusebio aanpakken in die wedstrijd. Is enorm goed gelukt. Ja. Hey, dat lijkt je meisje wel. Hij ziet er goed uit, Pietje. Ja. Benny kon niet echt lachen. Nee. Vasco, dat was ook een topper. Vasco. Echt mooi. Vous parlez anglais. Je t'aime pas. Parce que
vous êtes un homme dans les champs. Okay. De football, un bon homme. Oké. Okay. Hallo. Ja, ik versta het wel. Hallo. Ja, mooi. Nee. En toen hebben we allebei 3-1 gewonnen, kreeg de beslissingswedstrijd in Parijs. Ja. Dat is de Eiffeltoren, ja, hè? Oh, Paris. Ik geloof dat er 50.000, 60.000 mensen mee waren. Ja, dat was fantastisch. Ik weet nog dat ik had bussen rijden naar Parijs. En ik had een partij van die mooie rood-witte hoeden. Nou, die verkocht mijn vader in één keer. Dat we daar naartoe gingen, dat was leuk. Die hoede, ja. Al die supporters, jongen. Ja, dat is geweldig. Ik weet nog goed, dat Stade de Columbus was. We moesten met de bus door een heel smal straatje. En er liepen verschrikkelijk veel Nederlanders. En weet je wie ernaast liep? Naast die bus? Wiel Curver. Ja. Wiel Curver, die ging ook naar die wedstrijd. De voetbaltrainer. Ja. Os portugueses espalhados pela Europa e muitos pela França, eles nunca nos deixaram sozinhos. Esse estádio tinha muitos holandeses, mas tinha também, como sempre, muitos portugueses que estavam a torcer naturalmente pelo Benfica. Mas é wel typisch Nederlands, hè? We zien het ook in andere takken van sport. Als er succes is, dan is de sport van iedereen. Ja. Dit is echt nostalgie, hè? In deze heksenketel begon Ajax aan de derde wedstrijd tegen Benfica. Ik heb helemaal niet het idee dat daar 60.000 mensen in konden. Ik dacht dat het een verhoudingsgewijs heel klein stadion aan de rand van Parijs was. Het begin was nogal nerveus. Als geen Cruyffie daar getuigen deze opname niet zoveel last van te hebben. Kon hij altijd goed terughalen. Ja, ja. Het soort achter zijn standbeen. Ja. Maar de Benfica-verdedigers zaten hem wel op de huid. Nadat hij hen 14 dagen eerder in Lissabon zoveel problemen had bezorgd. Esse terceiro jogo também mostra algum equilíbrio que mesmo assim ainda existia. Porque nesse dia o Cruyff não esteve tão bem como tinha estado aqui em Lisboa. Ele aqui, no último minuto, ele tem a grande chance para poder ganhar o jogo. De Ajax-aanhang bleef optimistisch, zelfs toen de Portugezen in die eerste helft gevaarlijk dicht bij een doelpunt kwamen. Maar ook zij waren nerveus. Oh. Ja, Saar goed gestuurd daar. Valt uit te worden. Potverdorie, dat deed ik verdomd goed, zie ik nu. Buitenom, binnendoor. Je krijgt het zoals je het hebben wilt. De twee backs die kregen de opdracht dat ze hun directe tegenstander 2x3 kwartier na moesten lopen. Nou, ik heb anderhalf uur achter die Acuster aan gelopen. Hij heeft geen bal geraakt, ik heb geen bal geraakt. Ik dacht, nou, wat een waardeloze wedstrijd heb ik gespeeld. Ik heb 2x3 kwartier achter iemand aangelopen. Zo werd er anderhalf uur heen en weer gespeeld, zonder dat een van de ploegen succes had. Al scheelde het soms weinig.
Sjaak kon natuurlijk verschrikkelijk goed koppen. Ik zie een complimentje, dat is belangrijk. We weten nu dat de beslissing viel in de verlenging ten gunste van Ajax, dat in de 20 minuten daarvoor zich al een beetje aan de druk had weten te ontworstelen. Depois, houve o sueco que chateou aí nesse dia, depois da... Acho que depois o Cruyff voltou-se a zangar um bocadinho. Um bocadinho no prolongamento e disse, vamos acabar com isto. Exatamente, e assim terminou. Keizer Danielson. Compleet gemist, de kans van Cruyff. Oh, de man is er. Hij zit erin. Ja. Beetje gelukkige goal. Ja. Ja, maar... Die keeper laat hem los, joh. Uit een onmogelijke hoek. Ja, dat was een doorslag. Num prolongamento se marca primeiro, é um tónico diabólico. Porque dobras a tua condição moral e física e psicológica, e a outra cai. Mas a verlenging was natuurlijk een enorme ontlading, hè? Ja. Eerst maar Cruyff 1-0 en dan Danis van 2 en 3-0. Dat was onvoorstelbaar. Maar hij was wel totaal verdiend, Theo, ja, in die wedstrijd. Ja, absoluut. Wij waren echt beter. Absoluut. Keizer, kopbal van Keizer, de kans voor Zwart. Kijk een schop. Kostman in been. Feitelijk een penalty. Hij schiet hem wel goed in, hoor. Ja, wat gelukkig wel. 2-0. En nou komt het toch wel een mirakel gebeuren als Ajax dit niet houdt. A construir-se ali o grande Ajax que vai, nessa década de 70, Ajax, Bayern e Liverpool são as grandes equipas que vão dominar o futebol europeu. Want we hadden natuurlijk een fantastisch elftal, hè, met een enorme voorhoede. Zo'n voorhoede kom je maar weinig tegen. Hè. Ook zelfs in de huidige situatie van hele bekende ploegen. Want ze konden alle drie individueel verschrikkelijk goed voetballen en ze konden allemaal een goal maken. En die iria chegar o terceiro. Keizer, juist dat zijn de passes. Daniel Son, daar gaat hij scoren! Op een schitterende paas van Piet Keizer, 3-0. Moet je kijken hoe snel. Pijlsnel ging, ja. Paats, kijk, dit doet goed binnen. Ja. Inge was een echte spits, doelpunten maken. Ja. Die had een intuïtie voor de goal. Hij heeft niet eens gek lang bij Ajax gespeeld. Nee. Ik geloof anderhalf, twee jaar. Ja. Startsnel was hij. Goed schot. En dat is na een minuut of 18 in de verlenging. Is dat impossible, hoor. Ja, dat zal dan Volendam wel zijn, of in ieder geval iets folkloristisch. Maar die was even overgestoken. Dat is een trainingstadie. We zijn een fotografer, dit. Tonelen hier aan de kant, rond... Nou, moet ik eens even kijken, dat was Sjaak Zwart, geloof ik, die daar wegging. Kijk nou eens. Nu krijgen we de gekste dingen, want daar loopt me daar een supporter dwars over het veld. Ja, en die wordt nu ongenadig getrapt en geslagen. Dat is natuurlijk ook niet de methode door Benfica-spelers. De woede over de 3-0, de teleurstelling, die ontlaat zich. Scheidsrechter Beltman had je in die tijd. Oh ja, Beltman. Maar dan kwam het publiek het veld in en zei hij, wegwezen. Ja. En dan zag je ze er zo weer aflopen. Ja, die was kapitein in het leger, hè? Dat kan je nu niet meer zien. Cruyff. Hakje naar groot. U ziet hoe makkelijk Ajax nu speelt. Logisch, natuurlijk. Maar toch leuk om te zien. Keizer draait eromheen alsof ze er niet staan. Dit was een jornada extraordinaire contra uma grande equipa. Que eu aproveito para dizer. Que o Benfica não é campeão europeu na altura por causa do Ajax. Que eles eram um pouco melhor que nós. Grensrechter kijk op zijn horloge. Laat dit nog even gebeuren en gaat
nu afblazen. Ajax zit definitief officieel, formeel en wat u maar wilt, voor het eerst in zijn bestaan in de halve finale van de Europa Cup voor landskampioenen. Leuk om dat zo terug te zien. Ja, geweldig. Ja. Eerst voor een jaar is een prolongement. Ik heb wel een probleem. Vermoeid naar de kleedkamers. Ja. Oh. Je komt niet eens naar binnen. Ik ben kapot, zeg. Ja. Ze zijn niet eens vermoeid. Ja, ik heb twee minuten hier achter de gozer aan gelopen. Het waren drie intense wedstrijden die er echt om gingen. En dan wordt zo'n wedstrijd, die beslissing, in een verlenging. Ja, en dan win je toch nog met 3-0. Ja, dat was een schitterende prestatie natuurlijk. En daar hebben die Portugezen het nog over. E olhamos, o valor de ambas as equipas. E a consagração do Ajax, que começa por ser o princípio do grande sucesso que tem mais tarde. E aqui só há que dar os parabéns ao Ajax. Repito, estava a nascer, a construir-se ali o grande Ajax. Hij had een van de sterkste verslagen. Dus dat betekende dat Ajax bij de top hoorde. Want ik heb heel goed contact nog gehad met Eusebio later. Die zei ook dat wij ook fantastisch elftal hadden in die tijd. En, gaf het helemaal toe. Vijf minuten moeten wij een penalty hebben. Johan wordt eruit geschopt. Bron. En nu gaat Cruijff achter de bal aan. Hij is sneller dan de verdedigers. Cruijff alleen op de keeper af. Het is een kans voor hem. Hij gaat scoren. Nee. Weet je het nog? Ja. Dus ja, we kwamen in feite met een man minder. Een strafschop zou me niet verwonderd hebben. En Pietje had een vrije dag genomen toen. Keizer levensgroot in uw beeld. Dus toen stonden we op eigen helft met z'n allen. Ja. Slechte doeltrap van bal, schot van Koena. Het is de goal. Een doelpunt van Koena. Martinkovic. Wiskert op de goal. En het is een doelpunt. Oh. 2-0 achter. En ja. Die bal die pakt alles. Ja. Die pakte echt alles. Onvoorstelbaar. Kan je niet voorstellen dat je in de tweede helft. Dat je zo verschrikkelijk veel moeilijke ballen pakt. En daar komt hij, en wat komt hij? Hoog voor de goal. En een uitval van Bals. En die gasten die bleven 20 minuten weg in de rust. Dat was ook verraderlijk. Nogmaals, die blik naar het horloge. En daar is het eindsignaal. Ajax, we zien ze terug op 28 mei in Madrid in de finale. Maar dat Milan, dat speelde Catenaccio. Ik stond tegen Trapattoni en dan kwamen er een paar ballen. Wij kregen de eerste kansen. En als je die dan benut, had je wat anders kunnen gaan doen. Maar ja, we zijn in de val gelopen en uiteindelijk een 4-1 nederlaag door Prati, die toen 3 goals maakte. Maar daarna hebben we nooit meer wat gehoord van hem. De theorie was
We gaan, we maken binnen 10 minuten, een kwartier maken we een call. En die gasten speelden Catenaccio, dan moeten ze eruit komen. Ja. En dan is het over, want dat kunnen ze niet spelen. Nou, dat was de theorie. En theorie kan soms kloppen, maar heel vaak niet. En binnen een half uur stonden we met 2-0 achter. 2-1 door de penalty van Vasovic. En wij drukten. En de Pampen kregen de 2 mazoren, 4-1. Als alle spelers op dat moment in de juiste vorm zijn, dan kon Ajax ampertjes verliezen. Nou ja, later hebben we bewezen dat we er goed uitgekomen waren. En toen worden we 3 keer. Louis van Boden, passaram 55 anos. Ah, zijn veranderd, zeg. O tempo voou, mas há coisas que nós guardamos para sempre na nossa memória. Rapaz, é? Yeah, like. Fantástico. Yeah. Cuidado, Schwartz, continuas a correr. Cuidado, é melhor ficares mais com a bola e não te mexeres muito. É amor. Eu espero, nesta altura, e como avançamos para o inverno da vida, é que desfrutes dos anos que ainda temos pela frente com saúde. E que a memória destes jogos extraordinários nos confrontamos seja a grande referência e que nos dê a força para vivermos muito tempo. Wij willen hier vandaag iets terug doen voor jullie, dus je krijgt een shirt uit die periode van Ajax. Je moet ook in wedstrijden later als vrienden uit elkaar gaan. Foi com esta. Quero ver se começa a dormir, não tenho pesadelos. Exatamente. Saúde. Abração, pô.